Zo, dat was even schrik, of niet? Leuk dat jullie weer kijken en dat jullie er weer bij zijn. Oh, hij moet even ietsjes verder. Zo, lukt dat of glij je dan weg? Maar jullie staan op een schaaltje. Oké, ik pak hem wel weer vast, want jullie glijden weg. En je bent een beetje smerig. Je moet de banaan onder je neus doen. Dus jongen, heb ik het om de hele lens heen zitten. Maar goed, ik ben ondertussen mijn vitamine shot naar binnen aan het werken, want... Het is weer weekend, maar dat betekent niet dat ik helemaal niks te doen heb dit weekend. Ik heb het juist, integendeel, ik heb het juist weer heel druk. En ik ga ze weer helpen in de bediening dit weekend. Dus zodoende vanavond ook. Dus ja, ik kan helaas niet te veel filmen, maar het wordt wel hartstikke druk. En er zijn wel een aantal dingetjes waarvan ik... Sorry, ik heb overal banaan zitten. Waarvan ik jullie op de hoogte wil stellen. Want ja, het zit zo... YouTube, die heeft in 2020 nieuwe regeltjes opgesteld. Nou, die regeltjes gaan als volgt. Dat als jij kinderen hebt, zoals ik dus, en je filmt die, dan gaat YouTube ervan uit dat jij een leeftijdscategorie hebt tot en met 13 jaar. Nou, wat houdt dat in? Dat betekent dus dat als jullie wel kijken, maar niet geabonneerd zijn, dan zal ik dat maar snel doen. Want het zit zo, straks dan... Als jij ouder bent dan 13, vind je me straks niet weer. Want YouTube gaat dan, zeg maar, die leeftijdscategorie dan, als je kinderen filmt. Als je dat niet doet, dat is alleen voor als je kinderen in beeld hebt. En ik heb dat regelmatig in beeld. Of als je bijvoorbeeld pretpark in beeld hebt. Nou, ik heb vaak genoeg balorig in beeld. Of zoals Kelly Caressen dat zei, want daar heb ik het ook een beetje van. Want die zit daar ook een beetje mee. Als jij... heel veel met kleuren en zo werkt. Of heel veel kleuren in beeld hebt. Nou ja, dat ziet YouTube dan als leeftijdscategorie tot en met 13 jaar. Dus dat houdt dan in dat niemand boven de 13 jaar mij meer kan vinden straks. Ook niet via tags, helemaal niks. Dat gaat YouTube allemaal veranderen. Nou, wat houdt dat in? 1. Dat houdt in dat ik of moet stoppen met hetgeen wat ik hartstikke leuk vind. En dat is gewoon vloggen. Dat ben ik gewoon leuk gaan vinden. Had ik eerder gedaan, ben ik weer mee gestopt. Maar ik heb het toch weer opgepakt. Want wat ik ook gedaan heb is project 365. Dan heb je een soort dagboek die je dan bijhoudt. Is leuk voor later. Dan maak je elke dag een foto. Want een jaar heeft 365 dagen. Nou ja, die 365 dagen, die waren alweer om. Dus dan zoek je weer iets nieuws. En toen heb ik gezegd van, weet je wat, ik ga weer beginnen met vloggen. Want ja, dat is een trend, dat is in. Er zijn meer moeders die dat doen. Er was geloof ik, doe even muziek wat zacht, want het lijkt mij een beetje af. Er was geloof ik nog een moeder uit Stadskanaal die het ook deed, maar die is ook gestopt. Dus als het goed is, ben ik nog de enige in Stadskanaal die zeg maar nog vlogt. Als het goed is, hè. Ik weet niet allemaal waar ze allemaal wegkomen. Ja, de rest komt allemaal uit Assen. De familie Knol die is ook allemaal aan het vloggen natuurlijk. Maar die komen deels uit Assen en Enzo die komt natuurlijk uit Zeist. Dus ja, voor de rest hier in de buurt verder niemand, als het goed is. Maar nou, dat gaat het dus veranderen. Maar alleen de mensen, zeg maar, die geabonneerd zijn, die krijgen nog altijd een melding en die kunnen gewoon al mijn video's zien. Maar ben je niet geabonneerd, doe dat dan even snel. Dat kan hier beneden in het filmpje. Want echt waar, ben je dat niet, dan kun je me straks nergens weer vinden. Want de doelgroep gaat dan... tot 13 jaar, zeg maar. En ik vind het gewoon heel moeilijk om dingen te vloggen alleen voor kinderen, zeg maar. Dan moet ik die hele vlog wijzen, alles moet ik dan gaan veranderen. Dus dan, ja, dan sta ik echt voor een dilemma. Dan is het of stoppen ermee, of hele vlog omgooien en dan echt alleen maar voor kinderen. Dus ja, het is een beetje een lastige situatie. Dus nogmaals... Ben je nog niet geabonneerd, doe het dan snel. Want ik weet dat, dat ik gemiddeld 100 kijkers heb per vlog, per week. Dat is niet altijd zo. Ene vlog gaat wat beter dan... is blijkbaar wat interessanter dan de andere vlog. De laatste twee vlogs die waren niet zo interessant blijkbaar. Maar vlogs over educatie, clubraces of afscheid van mijn oude huis. En
en dat soort dingen. En die assen en zo, die zijn gewoon ontzettend goed bekeken. Dus ja, dilemma's, een dilemma straks. Dus abonneer je gauw, zou ik zeggen. Dan ga ik even verder fruit eten. Misschien nog een beetje trainen, want het Dutch Open staat ook voor de deur. De derde week dat ik aan het hoesten ben. Dus we zijn op de helft. Nog 3 weken hoesten te gaan. Ik gebruik nog steeds hoestdrankje. Maar de kriebel die blijft. De slijm is inmiddels wel weg. Maar die kriebel blijft hangen op de een of andere manier. En je luchtwegen zijn gewoon geïrriteerd. En dat blijft gewoon wekenlang aanhouden. Dus ja, helaas. Dat is af en toe niet anders dat ik hoest. Sorry daarvoor. Kan er niks aan doen. Maar dan weten jullie dat. En dan zijn jullie ook op de hoogte. Wat de nieuwe voorwaarden van YouTube worden. Hey, ik word onduidelijk. Dat mag niet. Een beetje verder weg. Ik was te dichtbij. Boe. Oké. Maar goed, dan weten jullie dat. Dan zijn jullie op de hoogte. Dus abonneer gauw. En doe je dat niet, dan moet ik maar even kijken wat ik dan verder ga doen. Maar ik zou het dood zonde vinden als ik daardoor moet stoppen. Vind ik gewoon jammer. Maar we zien wel hoe het loopt. Mocht het echt niet meer gaan, ik hou jullie op de hoogte. Dus dat sowieso. Dus ik ga me even klaarmaken straks aan het werk. Misschien dat ik na het werk nog even ga filmen. Nog even lekker ga kletsen met jullie. Ja, ik ga na het werk nog even lekker kletsen met jullie. Dus tot vanavond. Het is nu nog licht. Vanavond dus niet meer. Tot vanavond. Nou, voordat ik naar mijn werk ga, pak ik de camera toch er nog wel even bij. Waarom? Nou, de kerstman is nog langs geweest. En ja, dat is echt waar. Dat is geen grapje. Want... Tatratatata! Nieuwe... Ja, dat bord. Dat is geen grapje. Serieus waar. Wij hadden deze erop. De Winmo Blade 4 hadden wij erop. En nu hebben we de One... Wat is het? 180? Ja, nu hebben we de 180. Gladiator. Hoe gaaf is dit? Als jij hier op dat... Dan gaan die gaatjes, die zie je dan gewoon op de een of andere manier niet weer. En nee, dit is echt geen grapje. Dus echt via de post hebben wij zomaar een pakketje binnengekregen. Ja, van de kerstman. Dus kerstman, dankjewel. Dat wou ik nog even kwijt. Zo, zoals ik jullie beloofd heb. Ik heb lekker weer achter de bar gestaan. Lekker weer bij de... Oh, ik word wazig. Lekker bij de bediening, lekker geholpen, dus... En ik ben weer thuis. Zometeen even naar het toilet sowieso. Ja, daar ga ik jullie niet meenemen, nog steeds niet. Nee, ik laat jullie mooi achter. Maar buiten daarom. Gary Anderson is nou aan het darten, hè. WK darts is nog steeds aan de gang hier. En Gary Anderson staat op dit moment achter met een set. En zelfs met een leg, dus... Hij moet tegen Espinol. En als het jonge talent... Uit waar komt hij weg? Engeland is dat, hè? Gewoon. Uit Engeland. Als die... Als je deze leg pakt, is hij door. Deze pakt, nog één, dan is hij gewoon door. Dus ja, en zo aan de scores te zien, gaat hij dat wel doen. Dus ja, dan ligt de grote Gary Anderson ligt er dan uit. Ja, het kan heel raar gaan hier in de WK darts tegenwoordig. Wie ligt er nog meer uit? Charlotte ligt er ook uit, hè? Zo jammer. Ik had die meid zo... Fel en Sherlock, ja. Ik had die meid zo de halve finale gegund. Maar ja, die ligt er ook al uit. Ja, echt hoor. Ik had haar echt sowieso de halve finale gegund. Een vrouw tussen de mannen in de halve finale is gewoon gekke werk. Morgen dan wordt deze... Dan is dit uitgeroeid, zeg maar, verleden tijd. Ik heb ook nog een knipje in, ja. Zo, die kan nou ook wel uit. Want ja, dan ga ik even naar de kap. Ga ik het even weer bijkleuren. Dat kan nou mooi. Dus, je ziet dat knipje gewoon zitten. Dus dan wordt het weer lekker blond. Dus kunnen we weer zilver shampoo gaan gebruiken. Ja hoor, let op, match dart. Nee, dat toch. Ja? Nee. Oh, de ronde. Dit is de derde match dart op die list. Pak hem dan maar gewoon. Dus ja, ik zie jullie morgen weer. Want mijn kapper zit in Veendam. Dat is ongeveer 20 minuten een rij ongeveer met een scooter. En ik hou jullie op de hoogte morgen. Ik zie jullie morgen weer. Slaap lekker alvast en tot morgen.
Ja, en dan vergeet je weer bijna te vloggen door al de drukte heen. Maar ik ben dus naar de kapper geweest. Nou, hier kun je het dus weer niet zien, want het wordt alweer donker. Net 4 uur geweest. Oh, jij doet die lamp aan. Nou, misschien kunnen ze het hier zien. Oh, dat kan ook. Ja, nu kunnen jullie zien. Kijk, totaal geen uitgroei meer, mensen. Dat is mooi weggewerkt door niemand minder dan Fantri in Vriendam in Kerkstraat zit ze. Dus ja, ze kan het hartstikke goed. Dus beide. Dus ja, dit is het resultaat. Weer hartstikke mooi. Nou, nog 2 dagen. Ja, zo is genoeg, hè. Dankjewel voor de lichtassistentie. Nog, sorry. Nog 2 dagen even helpen en dan heb ik 3 dagen vrij. Dus, nou, op naar mijn, op naar Nieuwbuinen. Zeg maar dan. Zo, dames en heren, en dan ben je weer thuis. En dan ben je eventjes een paar spelletjes aan het spelen. Ja, er komt zo meer licht. Ik weet het. Ja, mag wel. Het is nog steeds donker. Ze zien nog steeds niks. Ze horen alleen wat praten. Hier zien ze nou iets meer. Hier ben ik. Ja, nu zien ze het. Ja, maar wel beter dan eerst, zeg maar. Ja. Dat betekent even een spelletje. Ik ben op dit moment pool aan het doen. Ik weet niet of jullie het kunnen zien zo. Kijk hoor, dan kun je... Practice kun je. Je kunt spelen voor coins. Je kunt een tournament doen. En je kunt teams, geloof ik, allemaal. De highscores heb je ertussen staan. Het is in principe wel leuk. Net als echt poolen. Vind ik ook leuk om te doen. Naast de darten. Kijk, dan kun je een pooltafel uitzoeken. Ja. Dan ga je naar binnen. Zoek je gewoon één uit. 18. Practice. Ik heb net gewonnen trouwens van de bot. Speel je ook tegen de bot. Tegen de computer. Kijk, dan is het gewoon net... ja, net echt poelen, zeg maar. Even scherm even draaien. Dan zie ik het ook. Kan ik even meekijken. Nou, dan plaats je hem hier even heen. Ik laat het even kort zien. Nee. Dan komt er een uitnodiging. Kijk hoor. Ja, zo wil het niet. Zo zien ze het niet, denk ik. Niet helemaal, nee. Nee. Maar ik heb dus de eerste stoot gedaan. Even kijken hoor. Is er eentje ingekomen? Nee, niks. Nou, dan mag de bot. En die doet de hele erin. En zo ben je dus gewoon een beetje met een eetbal heb ik op dit moment. Ben je een beetje aan het poelen. Nou ja. En dan heb je er... Moment zo. En dan heb je er een borreltje bij. En wat lekkers, dat ligt op de tafel. Je hebt helemaal geen drinken meer. Nee, ik was niet drinken. Moet niet uitdrogen, hè? Dan krijg je dat. Oh, nu mag ik weer. Dus ik zet jullie heel even weer neer. Want ja, ik heb geen stander meer, helaas. Had ik dat maar. Even snel stoten, hoor. Ik heb de halve, hè. Ja, 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 ja. Komt goed. 1, 2. Anders is mijn tijd om. Kijk, en zo ben je al... Dan klopt er weer iemand aan. Al een beetje bezig. Dus ja, dat is onze zaterdagavond. Morgen moet ik nog even helpen in de bediening. En dan heb ik ook 3 dagen vrij. Dus ja. Was gezellig vanavond. Ja, was leuk. Ja, was echt leuk om te doen. Blijf leuk, al die voetbalteams. Oh, ik moet weer, dus ik sluit even snel af, want mijn tijd die gaat snel. Dus nou ja, dit tot zover. Ja, goedemorgen mensen. Even een ander gezicht. Ik ga Harma wakker maken, tenminste, ze is al wel wakker, maar ik ga er even een kop koffie brengen. En ja, goed. We gaan eens even kijken of ze dat ook kan waarderen. Vast en zeker. Tot zo. Goed. Vestbakje pleur gezet. Ik neem jullie mee. Ik ben benieuwd hoe ze gaat reageren. Echt heel benieuwd. Het is hier wat donker. Daar ligt ze dan, mensen. Ja, je ziet het niet, maar
Oh, ze ligt er wel. En dan het eerste wat je hoort is, oh shit. Nee, zo maak ik jou niet wakker met oh shit. Nee, dat klopt. Wacht even. Ik zit hier aan snoeren vast. Ja, ze wordt s'nachts opgeladen, mensen. Daar kunnen we ook niks aan doen. Dat is batterijtje wat opgeladen moet worden. Wat is dit nou? Ja, kijk, de mensen willen ook zien hoe jij lief wakker wordt. Nee, ik word niet lief wakker, echt niet. Ze wordt altijd hartstikke lief wakker, geloof mij hoor. Ja, altijd liefdevol een kopje koffie. Poe. Och jeetje. Nou mensen, ze neemt het zo meteen wel weer over. Je ziet mij niet, maar tot straks. Zo, nou mensen. Oh, ik word gelijk onduidelijk. Ja, daar ben ik weer. De laatste ronde vandaag. En dan heb ik weer drie dagjes vrij. Dus ja, ik heb alles mee helemaal bepakt en bezakt. Hier zo. Ja, snel naar beneden. Kruk van de trappen vallen. Nee, grapje. Dat zouden jullie wel willen, hè? Wil jij de deur even open doen? Ik heb mijn handen vol. Klappen zien je handjes. Blij. Oh. Wij doen een heel leuk spelletje op de scooter. Oh ja, hoor. Gaan we weer. Nee, John de Heer. Elke keer als we... Elke keer als wij, dat is leuk, dat is echt hilarisch. Elke keer als wij een chondeer... Zij vindt het hilarisch. Elke keer als wij dus een chondeer tegenkomen, dan geven we elkaar een kletter. Dus, ja. Ligt hier toevallig een chondeer? Oh jammer, nee, anders had ik je nog een trap kunnen geven. Zo dan. Nee, echt grapje. Dan gaat het gewoon dus. Dan mishandelen we elkaar lekker. Maar dat is wel een leuk spelletje op zich, achter op de scooter. Zo, dat verveelt nooit. Helaas dacht ik bij die ene trekker ook dat het een chondeer was, maar dat was een Klaas. Omdat hij lichtgroen was. En toen keek ik naar die wieldop en toen zag ik hem al dichterbij komen. Ik zo, shit, dat is een Klaas. Dus dat was niet... die maar lachen. Dus ja, laatste ronde en het is ook alweer zondag. En ik wil jullie, ondanks dat ik het zelf een beetje... misschien vonden jullie deze vlog wel leuk. Maar ondanks dat ik het zelf een beetje een rare... maar ook een beetje een saaie, om eerlijk te wezen. Een saaie vlog vond dit keer. Kon er niks aan doen, uiteraard. Maar misschien vonden jullie het wel leuk. Dus daarom wil ik jullie alsnog bedanken voor het kijken. Mochten jullie deze video wel leuk vonden, doe dan even een blauw duimpje omhoog. Abonneren heel graag, dat heb ik in het begin van het filmpje al uitgelegd. Doe je dat niet, dan vind je mij misschien niet weer. Maar dat hele stukje heb ik al uitgelegd. Mocht je dat gemist hebben, scroll dan even helemaal terug naar voren. Want daar leg ik alles uit. Wil ik verder. Wil jij verder nog wat kwijt aan de kijkers? Nee, in principe niet. Het is gewoon jammer dat YouTube per 1 januari alle regeltjes veranderd heeft. Ja, dat heb ik allemaal uitgelegd. In problemen brengt. Maar ja, het is niet anders. Heb ik allemaal uitgelegd. Daarom zeg ik gewoon abonneren. Abonneren. Ja. Dat kan hier beneden. Het kost je helemaal geen cent. En als je ook nog eens op het belletje drukt, dan krijgen jullie ook nog standaard elke woensdag een melding. Dat er weer een vlog online komt. En dat zal vast een leukere vlog wezen dan deze. Tenminste naar mijn mening. Maar vonden jullie deze wel leuk? Dan doe vooral even een klein beetje moeite. dat waarderen we enorm. En dan zeg ik bij deze. Kijk elke woensdag om 3:00. Weer een nieuwe vlog uiteraard. En dan zeggen we bij deze tot snel. Beste man weer. En mooi.